Lonneke, de flitskoningin van Flitskoningin van Nederland. Ik sta hier voor een enorme mansion en ik zou willen dat die voor mij was, maar dat is helaas niet zo. Want die is van Slam, waar ik vandaag radioproducer ben. En dat houdt in dat ik een aantal uren live op de radio ben. Dit is onze radiostudio. Woe. This is where the magic happens. Oh. Hallo dan, wat een lekkere zomerse dag hé. En wat goed dat je bij Slam bent. Dit is de middagshow met de meeste muziek. Zometeen hoor je Fifth Harmony na Martin Garrix en Brooks. Dit is Tom. Hallo. Hi. Dit is de radio DJ vandaag. Ja, ik ga jou een beetje lastig vallen hier de komende uren. Nou, dan mag ik hem nergens lastig. Gelukkig. Maar ik denk wat heel veel mensen zich afvragen. Ik bedoel, dit is een live studio, maar ja. Wat doe je allemaal voordat je live gaat? Eigenlijk ben je verantwoordelijk voor het voorwerk. Mm-hmm. Dus zorgen dat de show in elkaar wordt gezet. Daar ook de invulling voor bedenken en samenmaken. En redactioneel werk. Hier zie je welke platen we allemaal gaan draaien. Ja. Je ziet dat we allemaal nieuwtjes voorbereiden. Die gaan we straks doen. Het lijkt mij wel leuk dat jij nu even een nieuwtje gaat bedenken. Ik zie echt meteen op zijn hondje staan. Ja, het is wel slim. Dus we mogen een klein beetje op het randje af en toe. En kijken, nieuwtjes zijn ook nieuwtjes die niet per se aan het B hoort. En wij hebben de hele middag al bezoek in de studio. En dat is onder andere Lonneke. Lonneke, hallo. Hallo, hallo, hallo. We hebben een opdracht voor je. We doen natuurlijk na het nieuws doen we de verkeersinformatie. Dan neem ik de files op. Sanne's werk is dan normaal gesproken dat ze de flitsers opleest. Ja. Jij gaat het om 6 uur doen. Lonneke, de flitskoningin van Nederland. Ik moet wel een beetje weten natuurlijk wat de hippe leuke nummers zijn. Ja, zeker. Ik schrijf ook altijd de prepjes over, dus iets over de plaat. En dan moet je ook weten inderdaad van waar staat hij binnenkort, hoe is hij bij muziek. Dat staat er altijd bij. Ja. Zo leer je van Tom, alles, jouw baan wordt wel steeds... makkelijker! Waarvan je eerst dacht op de radio, die zegt, dit wordt allemaal voorgekauwd. Nee, grapje, dat mag niet. Maar ik moet allemaal knoppen drukken, dat is ook veel werk. Ja. Want dan gaan we even oefenen met de flitsers voorlezen. We hebben 5 flitsers nu. De eerste flitser staat op de A2 tussen Eindhoven Den Bosch bij Vught, hectometerpaaltje 123.5. Natuurtalent. Nou. Ja, beter. Ja. Nee, echt? Oké. Okay. Ja, nee, het gaat de goede kant op. Het gaat de goede kant op. Sorry, ik ben misschien een beetje streng. Ja, nee, maar dat mag. Als radioproducer moet je natuurlijk heel creatief zijn. Yes. Goed overzicht kunnen houden. Ook overzicht over Tom. Je moet op de hoogte zijn van de laatste nieuwtjes. Ja, stressbestendig. Dat is ook een hele belangrijke. Ja. Muziekkennis. Ja. Ook wel handig. Zeker. Ook wel handig als je een muziekprogramma maakt. Ja. Ja. We gaan nu even iemand terugbellen. We gaan iemand blij maken met die tickets. Mm-hmm. Aan jou de taak om diegene even voor te bellen. Dus hoe die klinkt, of je hem goed kan verstaan. En even melden dat hij straks live in de uitzending is. Hi Dylan, je spreekt met Lonneke van Slam. Nou, ik ga nog niet zeggen of je gewonnen hebt, maar je komt zo wel live in de uitzending. Dus je mag eventjes blijven hangen. Nou, ja! Goed zo! Oh ja, nee, hij klinkt leuk. Tom, succes. Dylan, dit was het goede antwoord. Jij gaat met 3 vrienden naar Ultrasonic Festival. Woehoe! Ik ga alvast dit voor je achter zetten. En dan de flitsers door onze Lonneke. Ja, er zijn 4 plekken in Nederland waar je een beetje moet opletten met gas geven. Rijd je tussen Venlo en Eindhoven, kijk dan extra uit bij Venlo bij hectometerpaaltje 71.2. Woehoe! Ik heb ook zo'n droge mond. Heb je dat ook? Nee, dat is alleen nu. Ik heb toch al 2 liter water weggetikt hier. Nee, dat is ligt aan jou. Ja, oké. Okay. Ja. Nee, dat is mooi. Nee, ik vond het helemaal top gaan. Ja, oké, mooi. Trots op je.